komen redelijk vet verder. Dit is de staat. Dus met opzet de beesten lijkt heel groot, maar dat is met opzet gedaan. Het komt ook door het perspectief. Dus hier zit de staat. Gewoon handig gebruik van kleuren. Ook wat ik zelf ook kan vertellen. Geen dure oude figuren vinden, dat is gewoon een beest die je in huis hebt. Dus kijk een beetje rond als je middelen hebt. Je kan het gewoon gebruiken. Het kan leuk zijn om het volgen. Nou, hier een ander voorbeeld. Ook hier daar zie je de lichtopstelling. En het is gedaan. En hier de transportoren. Nou, gaan door. De eerste foto met een andere achtergrond. Ik heb hier altijd zwart en witte werken. Gebruik een gele achtergrond, gebruik een rode. Gaan we lekker kijken, kan een hele leuke effect hebben. Zoals je ziet. Ja, kan beter. Hier een andere foto, ook boven genomen. Met een hetzelfde lichtopstelling. Dus ik ben niet vrijwel altijd met hetzelfde lichtopstelling. Ik vraag wel eens een lampje uit, een lampje aan. Maar in principe, ja, doe ik eigenlijk al niet meer. En hier nog gewoon in de grond, wederom. Niet alleen op deze staan, maar ook met de lichtjes in de grond. Nee, andere andere stappen. Oké. Suriname is natuurlijk niet alleen binnen te blijven, maar een heel mooi land. Kijk ook om je heen. Ik ben daar onverwacht geweest. Ken ik natuurlijk allemaal. Ben je geleden. De eerste foto, wat ik al zei, ga ook gewoon dit kijken. Let op de grond liggen. Maak net als je kleur doe water en zing maar voor. Dus dat is waar. De eerste foto. Tweede foto. Ook afstand. Hoef je dus niet zorgen op te maken. Niet al te dicht bij de bel te blijven. Al te dicht achteruit. Oké, ik heb wel een hele erg gezoomd wens, maar je hoeft niet te dicht bij de bel te blijven. En ja, hier is ook afstand. Ja, het is een beetje klein en donker. Maar goed, ook niet te dicht. En daarnaast ook dan nog leuk spelen met de zwarte. Dit is in een wagon die daar aanwezig was. Eén van dit wat kwam was dus via zo'n sleep. Dat zie je dus links roken. Dat zie je dus in de bel zitten. Dan door de sleep te beginnen. En rechts zien wij staan. De andere foto is op zijn rij. Maar even eerst de foto. Dit is dus het daar. Eén van dit wat alleen zo. Van rechts. De binnenkant. En dan is het ook door. Ik heb het water gemaakt. Op zijn rij. En van boven. Het is dus daar te zien. Ik vind het jammer dat het een beetje donker is. Maar goed. Oh ja, ik kom net terug van Openbrug, dus vandaag is ik bij de server gekomen vandaag. Dus ik kom ook net naar terug, dus ik heb snel een goede presentatie gehoord. Nou, dat zijn we dus kijken. Gaan we buiten kopen. In de boven. En ook een van de protestanten. Oké. Maar goed, ik ga lekker gewoon terug naar binnen, want ik ben niet blijven buiten bezig. Niets doe ik ook gewoon, maak ik ook gewoon in de foto. Daar ligt ook mijn hart, misschien heb ik later weer naar buiten gehad. Maar ik wil deze zien op de papier. In de bovenste foto zie je, ik ben bezig. Laat gewoon zien wat je wil doen. Ik kan gewoon de modellen voor mij gekozen. Zeg ook van één dit wil ik zien. Nou, dit is zo de graag zien. Ja, dat je gewoon dat wil laten zien. Dat kan ik gewoon niet aan. Hier ben je dan, ja, het is echt donker, maar alleen zien wat zo staat, even dit, en zij even wat, dat is het resultaat. Nou, hier zie je nog een kaartje, ja, op dezelfde kijk van de synchronie, dus zo ben ik. Ik kijk dus niet door het zoeken, maar ik kijk dus in de, ja, in de klasse. En nu, ik heb voor misschien altijd extra hetzelfde shot. Ik moet ook even snel kijken wat er op de lucht is. Ik hoop snel wat er op de lucht is. En hier komt het. Ja, dat is vertaald. Oké, laten we even op de lijn op zich. Interactie, dat is voor mij heel belangrijk. Ik ga jullie niet even technisch vertellen dat de kennis van alles zelfs mezelf al een mijn coaching, dat zie ik dan, dus eigenlijk altijd wel de kans geven om het te gaan doen. Dat is een hele voor. Kan het wat harder? Het is bijna niet. Ja, ik kan het echt niet horen hier. Nee. Maar anderen ook niet, hoor ik. Ja, het gaat te snel en te zacht. Oké, nog een keer. Nee hoor, het gaat te snel. Ja, maar.
Maar we horen het altijd. Ik woon niet wat streek. Oh, nee hoor. Die kan niet prima tegen.